wij hebben vandaag 200 deelfietsen geplaatst in Nijmegen. Het bedrijf Bolt heeft een vergunning gekregen van de gemeente Nijmegen. Want de gemeente Nijmegen zet volop in duurzaam vervoer in de stad. Het idee is dan dat deelfietsen vooral autoritten kunnen vervangen in de stad. Ja, autoritten vervangen in de stad. Nou, we zien eigenlijk al een praktijkvoorbeeld. Want de taxis, die kunnen hier al niet meer staan. Het is niet een handige plek. En ook nog eens onze drie plekken weg te geven aan mensen waar we niks mee te maken hebben. Waarom wij deze plek gekozen hebben is omdat wij graag met dit soort vervoer dicht bij het station willen zijn. Klopt. Dat is belangrijk, dat iemand die hier aankomt kan kiezen voor deelfietsen. Hier staan normaal gesproken taxis. Daar is geen plek meer voor, lijkt het wel. Dat levert al gelijk problemen op. Er is zeker nog plek voor taxis, maar ik geloof ook dat we wel met ze in gesprek gaan. Omdat we nu meteen ervaren dat een aantal mensen zeggen dit werkt voor ons niet. De gemeente heeft niet met ons overlegd dat deze gaat hier gebeuren. Maar nu, gisteren hebben ze hier gewerkt en deze plaatsen van drie taxis meegenomen, taxistandplaatsen. Maar zijn jullie nog niet in gesprek geweest dan? Er is niet goed overleg geweest, dus dat is meteen de volgende stap. We gaan met de taxichauffeurs in gesprek wat zij hier wel als een mogelijkheid zien of dat wij deze plek net iets anders neer moeten zetten. Had dat niet al veel eerder moeten gebeuren? Ben ik helemaal met je eens. Daar is een verkeersbesluit voor genomen, daar kan je bezwaren op maken. Maar ik begrijp ook dat deze taxichauffeurs dat besluit misschien niet gezien hebben en nu wel in de praktijk zeggen dit bevalt ons niet. Wat zou dan wel een goede plek zijn? Nou, bijvoorbeeld je hebt daar een plekje, zoals bij de Lumpia-kraam die daar staat. Of aan de overkant, zodat de mensen als de scooters of fietsers hier wegnemen, dat ze veilig al aan de overkant zijn en niet dat ze 's morgens vroeg hier chaotisch over de busbaan gaan oversteken, fietsers, auto's, noem maar op. Dus dat is gewoon een onveilige situatie wat hier gemaakt is. Ik ga nu niet zeggen waar die dan definitief komt, maar we gaan daarover in gesprek en we kiezen de beste plek uit.